Goedemorgen. Ik ben vanuit Zevenaar onderweg naar Haarlem om mijn nagels te doen. Ik weet het, iedereen zou me voor gek verklaren. Het is het voelt als mijn nichtje. Zoals je zei, dat al jaren mijn nagels. Dus dat wil ik ook graag zo houden. Dus we zijn onderweg naar Haarlem. Dan blijf ik meteen een paar dagen weer bij mijn moeder. Morgen heb ik een afspraak met Dennis Colley om waarschijnlijk een managementcontract te tekenen. Ricky heeft haar ook getekend. Super spannend. Ik ben benieuwd. Dus ik ga jullie weer meenemen in wat ik allemaal ga doen. Gezellig. Mijn vrouw zit hier met de ballonnen. Toch anderhalf uur, maar ja, dat heb ik ervoor over. Want ze is gewoon de allerbeste. Ik ben klaar. Ik voel me altijd weer zo mongool als je van die nieuwe nagels hebt. Want je type gaat anders. Alles voelt weer anders. Maar helemaal blij weer. Shen is echt de allerbeste. Ik ga nu door naar Haarlem-Noord. Want ik heb een shoot voor Verdano. Drukke dag vandaag. Jezus. Ik ben aangekomen in Haarlem-Noord. Bij Verdano. Van de eigenaren Ramon en Meerte. Toevallig ken ik Ramon echt al 8 jaar misschien al wel. Ik ging vroeger namelijk met zijn broertje altijd om. Heel leuk. Dus dat is natuurlijk super leuk dat dat uiteindelijk weer bij elkaar komt. Maar het is voor hun wel even spannend. Want hun gaan eind deze maand gaan ze emigreren naar Curaçao. Lekker. Dus dit zal de laatste shoot zijn die ik voor hun hier in Nederland doe. Heel erg jammer. Ik denk dat ik het niet kan filmen omdat we even door moeten pakken. Daarna ga ik gezellig naar mijn vader toe. Want mijn vader die heeft gevraagd of ik kom eten. Ook leuk, want ik heb mijn vader echt al heel lang niet gezien. Dus ik mis hem wel een beetje. We gaan naar binnen, want ik ben stiekem al een beetje te laat. Dus ik zie jullie straks. Ik zit weer in de auto. Ja, jullie zullen ook al denken, wat zit hier mij te veel in de auto? Ik weet het jongens, maar sommige dingen kan ik gewoon niet filmen. Dus dan film ik het als ik weer in de auto zit. Maar ik ben klaar. Was echt... We gingen als een speer. Het heeft 2 uurtjes geduurd. Ik ga nu zelf even naar de supermarkt. Want ik heb echt f***ing erg getrekt. En naar de kruidvat om nagellak te halen. Voor mijn tenen. Want die zien eruit. Is echt... Is niet oké. Okay. En daarna rijd ik meteen door naar mijn vader. Ik ben wat eerder. Dat vindt hij vast gezellig. Dus... Ik ben gezellig bij mijn vader. Hij heeft altijd lekker muziekje aangezet. Of nu op het toilet. Hij gaat er lekker koken voor mij. Lekker. We gaan ook eten. Kijk. Daar is hij. Mijn vader. Ah, gezellig. Kan je lekker koken, hè, pap? Ik kan heel lekker koken. Niet normaal. Dan moet je normaal wachten. Of het echt lekker is. Wat? Lekker vel licht. Oh my god. Ik ben bij mijn moeder aangekomen. Echt super lekker gegeten met mijn vader. Maar ik ben vergeten eten te filmen. Omdat ik gewoon een hongernek ben. Dus ik heb hem meteen opgegeten. Mijn fout. Ik ben dus de komende paar dagen gewoon gezellig bij mijn moeder. Morgen ga ik naar de Bijlmer toe voor een meeting om heel misschien voor management te tekenen. Super spannend, echt heel leuk. Daarna ga ik even chillen met mijn beste vriendinnetje Elise, want die heb ik al een tijdje niet meer gezien. Dat vind ik wel leuk. Echt een drukke week heb ik. Zaterdag ga ik gezellig met Nick op een Mac-date. Oh my god, ik ben echt benieuwd. Het schijnt echt super gezellig te zijn. Hij is sowieso echt een hele leuke gozer. Ga ik even mijn spulletjes uitzetten, mijn luchtbed uit opblazen en dan ga ik lekker naar bed. Dan zie ik jullie morgen weer. Een hele goede morgen. Ik ben wakker, het is wel te zien. En ik ga zo naar die Bijlmer toe. Oh, zit dat in mijn oog? Oh. Dus ik ga me even klaarmaken nu, make-upje op. Ik ben al aangekleed en gedoucht. En dan gaan we die bananen. Herkennen jullie dat? Dit is echt mijn ochtendhoofd. Ik ben echt straight out of bed. Ik zag dat het wel lekker weer was, dat het zonnetje schijnt. Dus dat zit altijd wel mee. En mijn haar zit echt wild. Maar ik wil het niet meer stylen. Fuck het ook. Ik ga ontbijten en dan ga ik de deur uit. Ik wil even iets met jullie delen. Want ik doe altijd dus mijn wimpers. En mijn wimpers is echt een verschrikkelijk werkje eigenlijk altijd. Want ik doe echt al sinds de middelbare school. Haal ik ze uit elkaar met tandenstokers of met satéprikkers. Omdat het anders net spinnenpoten zijn. En dat vind ik echt zo lelijk. Ik heb laatst, omdat ik hem bij Laura Pontecorvo echt super vaak voorbij zag komen. Laura heeft ook van die vet mooie lange wimpers. Heb ik deze gekocht. Of je hem ziet. Het is een Lash Paradise Primer van L'Oreal. En die doe ik dus eerst op mijn wimpers. En dan daarna gebruik ik deze mascara. Die heb ik met dank aan mijn beste vriendin. Dit is de Telescopic False Lash. Ook van L'Oreal. En dan heb je dus... Kijk dan. Hoe lang? Echt blij mee. Oké, maar nu. Ik ben letterlijk altijd te laat. Dat is echt een probleem van mij. Dus ik ga nu snel jellen. Kleren aan, schoenen aan. En dan naar Amsterdam toe. Naar de Bijlmer. We gaan de deur uit.
deur dicht. Waar is mijn auto? Mijn auto is daar, grapje. En dan is het natuurlijk wel. Het is wel een beetje koud. Klein beetje. Ik heb dus echt een hele leuke outfit aan. Bril is volgens mij van. Dat ga ik even niet zeggen, want straks zeg ik het verkeerd. Doe maar even niet. Oh, even de auto open. Deze bodywarmer. Hoe leuk. Is van Gaia Fashion. En ik heb dus een broek aan. Leatherlook. Met een splitje van Okaya Fashion. En dan de GC's komen van Sneaker Legend. Ik zou echt willen weten waar de bril van is. Want ik krijg heel, heel leuk. Maar ik weet het niet. Nou, nu in de auto. Want het is vet koud. En dan gaan we rijden. Ik ben aangekomen in Amsterdam. In Welmer. Ik ga nu naar binnen. Want het kapje is paraat. Ik denk dat ik daar niet kan filmen. Alweer, helaas. Ik zie jullie straks weer. Ik zit weer in de auto. We zijn ongeveer 1,5 uur verder. Dus het is nu 11:30. Het ging echt heel erg goed. Super fijn gesprek met die mensen gehad. Wat gewoon het positieve aan hun is, is dat ze niet alleen gericht zijn op Instagram, maar ook echt in de televisiewereld hebben gezeten. Dus ze kunnen gewoon op veel meer vlakken veel meer voor mij betekenen. Ricky heeft wel al een contract bij hun getekend. En ik ga waarschijnlijk gewoon voor volgende week tekenen. A few moments later. Ja, met natuurlijke producten en comfy kleding. Omdat natuurlijk, ik hou ervan om mezelf op te dotten en een mooie jurk aan, hakjes aan. Maar het liefst loop ik echt in mijn loggenboek lekker rond met mijn sweatertje aan en haar in mijn knot. En daar vind ik gewoon genieten. Daar hou ik echt van. Dan ben ik, ja, vind ik gewoon lekker. Weet je, nu ook lekker makkelijk. Wel een leuke broek aan, sneakers, lekker truitje, bodywarmer. Ik ben klaar. Dan voel ik me helemaal prima. Dus ja, je hebt het ook, ik praat echt super veel nu, want ik ben echt heel erg enthousiast. En het grappige is ook, de eigenaar van dit bedrijf, die kent mijn vader. En dat vind ik echt, ja, dat is gewoon leuk. Dus ik ga straks even mijn vader opbellen om te vragen of hij hem ook kent. En ja, tot nu toe heb ik een hele goede indruk van hem, hoor, daar niet van. Maar het is altijd leuk om dat gewoon aan te horen. En nu ga ik mijn beste vriendinnetje even bellen. Ga ik naar IJmuiden toe. Ga ik haar opbellen. Ik weet niet of zij op de vlog wil. Durf ik niet te zeggen. Dus dan ga ik even aan haar vragen. Misschien wel, misschien niet. Maar het is me er één. Dus ja, bereid je alvast voor als ze zegt ja, ik vind het leuk en gezellig. Want ze is echt een draak. Het is niet te doen. Ik ben onderweg naar Nick voor mijn Mac-date. Het is 11:00 ochtends. En ik ga aan de McDonald's. Verschrikkelijk. Het is super leuk. Ik ben uitgenodigd natuurlijk. Dus we gaan daar nu gewoon eventjes naartoe. Dus ik ben onderweg wel een beetje laat, as usual. We zijn er bijna. Het is echt om de hoek bij mijn moeder, dus het moet goed komen. Het is gewoon 11:00 ochtends. Wat ga ik in godsnaam bij de Mac doen? Want dan denk ik, wat ga ik in godsnaam kiezen? Wat ga ik eten? Oh my god, zo vroeg. Verschrikkelijk. Een auto vol ballonnen staan, dus ik weet bijna zeker dat dit hem is. Ik ga stuk. Dit is hem. Hoe gezellig. Vandaag gaat hij wakeboarden. Eerste keer van het jaar, hè? Oh, hou op. Waarschijnlijk veel te koud, maar dat maakt niet uit. Hoe leuk. Even lekker wakeboarden. Je hebt er zo naar uitgekeken, schatje. Ja, maar het is wel echt... Ik had ook nog even 3 weken willen wachten, hoor. Als het wat warmer was. Ja. Vandaag gaat het toch echt gebeuren. We zijn aangekomen bij de kabelbaan, waar hij gaat wakeboarden. Ik heb hem al een paar keer zien wakeboarden, maar eigenlijk alleen maar achter een boot. Hij zegt, ja, dit is iets, een soort van iets suffer achter een boot. Dus wel, dan kan je net even wat meer. Maar goed, ik vind het gewoon heel leuk om mijn fantasy wakeboarden. Dat is, ja, moet ik eerlijk zijn, vind ik gewoon heel cool. Kissie is ook mee. Kissie zit daar, verstopt. Die gaat ook lekker mee. Dus ik ben benieuwd, want het is echt wel heel erg koud. Eerlijk, je hebt er wel zin in. Ja, maar het is ook koud dadelijk. Alles begint te krimpen dan. Niet alleen alles gaat krimpen. Alles gaat krimpen. En? Oh, lekker. Ja, lieg niet. Nou, het is 6 graden. Water is ook 6 graden, maar het voelt als min 10. Het vetvriezen van afgelopen week. Nee, mijn vingertopjes voel ik niet meer. Dus hele rode geweest. Handen. Ja, het is goed geweest. Kijk, het verschil. Het is echt... Zo. Het is echt onderkoeld. Nou, ja. Eerste keer van het jaar nu. Ja, eerste keer 2021. En dat in maart. Ja, begin maart. Maar het is altijd maart, hoor, begin nog. Maart. Ja? Ja? Dus het is altijd zo koud? Ja. Ja? Nou, vorig jaar maart was het denk ik graad 20, geloof je dat? Nee, okay. Je lult. Oké, schat. Nou, Liefie, hoe was het? Sorry. Ja, het is wel fris. Maar ik ben wel helemaal voldaan. Ja? Ja. Toch wel je eerste keer gewakeboard? Ja, ik ben wel blij dat ik weer gewakeboard heb. Het seizoen is weer begonnen. Lekker. Toch?
toch? Ja, ik heb er zin in. Ja, nu nog een keer achter de boot. En dan is het echt weer begonnen. Ja. Top. Gaan we dit doen? Foto's maken voor jou. Oh ja, ja, ik moet nog foto's maken. We gaan wel eerst even langs mijn ouders, denk ik nu. Ja, is goed. Zetten we daar Giz af? Ja. Ja. Oma gaat altijd op Gizmo. En dan moeten we even foto's maken. Ja, komt goed. Oké. Opletten, anders donder ik van de trap af. Ik had dus eigenlijk vanmiddag al even boodschappen gedaan, omdat ik dacht, we gaan spaghetti eten. En toen belde Ricky's vader net. Oeh, heel veel licht. Oeh, heel veel licht. Daar is hij. Of we pannenkoeken komen eten. Nou, pannenkoeken zeggen we natuurlijk geen nee tegen. Hij zit al klaar in de auto. Kijk hoe snel die is. Pannenkoeken. Schat, stop eens met roken. Oh, hou je mond nou. Hier heeft ze dus zo'n hekel aan, hè. Ze zegt dus al tijdens Temptation, zegt ze, als we thuiskomen, dan stop ik met roken. Oké, nou, het is inmiddels begin maart. Wat? 7 maart. En ze rookt nog steeds. Dus dat was eerst, als ik thuis kom van Temptation, dan stop ik met roken. Toen was het, ja, met oud en nieuw, dan stop ik met roken. En nu is het... Ja, als ik er klaar voor ben. Ik ben er nog niet klaar voor. Dus mensen, als jullie dit zien, stuur allemaal even een motiverend berichtje. Lieve JD, stop met roken. Het is niet goed voor je. Oké? Okay? Dank. Wat is er? Wat is er? En? Maar is uitverkocht, je sigaretten? Nou. Nou, ik heb het aan de kijkers gevraagd, hoor. Wat? Dat ze jou een motiverend berichtje moeten sturen. Dat je kan stoppen met roken. Ja. Je kan het, schat. Je kan het. Nou, nou is op. Waarom loop jij nou altijd al weg? Wil je er niet op? Nee. We gaan pannenkoek eten. Dan krijg je. We zijn er. Je krijgt de rimpels als je rookt. Oh my god. Ik word echt moe van je. Ik zweer het. Hele dagen discussies over dat ik moet stoppen. Ik snap het. Het is slecht voor je. Wil je mij chagrijnig hebben? Je bent altijd chagrijnig. Oh, dat is niet aardig. Nou, we zijn hoor. Pannenkoek eten. Oh ja. Wie is er dan pannenkoek aan het bakken? Je moeder. Moeders, wat doen? Ja. Pannenkoeken bakken. Oh ja. Mijn vader is hier niet hoor. Oh. Ik weet niet wie jij zoekt. Oh nee, ik kijk even naar Gizmo. Oh ja. Oké. Okay. Lana, hallo. Hoe gaat ie? Spannend? Ja, op zich wel. Wie ben je? Oh, wie denk je dat? Die, wordt een vriend. Oh, wat kan je dat goed. Ja, is het warm? Nee, valt best mee. Een hele goede morgen. Het is weer tijd om te... Om te sporten. We zijn een beetje laat. We gaan vandaag in Doetinchem sporten. Let's go. Net wakker, dat zie je wel, hè. Alles is in de ochtend een beetje stug. Ricky ging Gizzy uitlaten. Nu zit hij in de auto. Het is wel lekker weer, hè. Echt top. Hij is lekker een maaltijd shake van Pat eraan het klappen. Zo, mijn god, hé. We zijn aan het trainen in een oude gevangenis. Super dikke locatie. Een bootcamp circuitje. Ik ga kapot. Misselijk net, bijna kotsen. Ricky, same shit. Maar het is wel heel erg lekker, maar zo zwaar. Bizar. We zijn nu bijna een uurtje verder. We gaan nog even boksen als cooling down. En dan zijn we weer klaar. Want mijn god, zo zwaar. Hatsee, we zijn klaar. Ik ben helemaal kapot. Wat een gedoe. Hij heeft me helemaal kapot gemaakt. Maar het was echt top. Echt leuk om te doen. Heel gaaf. Nu klaar. Is hij daar? Leuk, hè? Een uur lang echt keihard geknald. Nou, ik weet niet wat voor training het is, maar ik kan het je aanraden. Want je gaat echt kapot. Top. Leg je dat trucje? Zo hé, wij hebben even lekker een broodje gehaald. Doe nog even één keer dat hoesje. Nee. Hij loopt weer, zoals altijd, te zeiker over het roken. Ja, stop even dan. Ja. Nou. Dag schat, dag. Eikel, jezus. Gis, wat vind je er nou van? Altijd een gezeik van hem. Hè? Nieuw day, nieuw me. Ricky zit alweer in de auto. Ik ben altijd super traag. Heb ik Gizzy mee?
Kissy heeft een beetje hoogtevrees. Dus die kijkt echt alsof je een of andere aanval krijgt. Dat is niet het geval. Wij gaan even naar de dierenoutlet. Want daar wilde ik heel graag naartoe. Onderweg naar de dieren... Kliniek. Nee, niet dierenkliniek. Oh. Dieren... Ja, het is ook geen winkel. Het is een groot soort groothandel, denk ik. Ja. Ik wil voor Gizmo een huis hebben. Een soort IKEA voor honden. Voor honden. Ik had er waarschijnlijk... Voor dieren. En Ricky is dus al de afgelopen dagen in een of andere musical vibe. Hij is de hele dag lekker aan het zingen. Een remix aan het maken. Behalve als de camera aanstaat. Ja, ik zal hem even een keertje stiekem filmen. Nu is niet zo stiekem meer, maar ik ga mijn best doen. Hè, schatje van me. Ik moet opletten. Wat ben je knap, hè? Ik ben aan het rijden. Ja, zou ik ook zeggen. Ben je klaar voor? Even kijken of mijn haar goed zit. Kusje. Dier super. Ik ben echt gek op konijnen. Het is dat het van Ricky niet mag. Ach, kijk nou. Hoe cute. Oh, maar die zijn heel cute. Wat is dit? Het is dat ik ook geen hamster mag. Ik mag helemaal niks. Hier allemaal kleine konijntjes. Oh, ik moet echt mijn zusje mee naartoe nemen, want die mag een konijn van mijn moeder. Kijk dan. Hoe schattig. Helemaal zo bij elkaar. Maar toch een beetje zielig. Wil ik ze eigenlijk allemaal opkopen. Klootzak. Daar zit hij hoor. Wat een herrie maakt hij. We gingen even langs Kai en nu spontaan word ik even getatoeëerd. Hier bij Kai. Oh. Helemaal leuk. Oh. We zijn bij Ink Brothers. Kai is een vriend van Ricky. Ik ga mijn been tatoeëren. Wilde ik echt al heel lang, dus het is niet dat ik spontaan een tattoo zomaar uit het niks ga laten tatoeëren. Ik heb er zin in. Hey Kai, dit is voor ons vlog jongen. Ja. Daar gaan we. Wat? Ik zeg, daar gaan we. We zijn weer thuis. Nou, ja, veel ervan. Ik ben er echt heel blij mee. Ja, ben je er blij mee? Ja, het deed echt freaking veel pijn. Is niet terug te zien in de filmpjes overigens hoor. Nee. Even goed doorbijten. Nee, maar ik ben er echt blij mee. Dit wilde ik al zo lang. En nu heb ik hem eindelijk. Met dank aan Kai. Echt heel blij mee. Daar is de pizza. Lekker, gaan we eten. En dat was hem weer voor vandaag. Echt een drukke dag. Als jullie denken, wat zijn die lichtdingetjes? Dat is onze prachtige lamp. Oh, heel mooi. En nu lekker even niks. Even lekker chillen. Lekker mijn loungy kleding aan. Lekker. Dag, fijne avond iedereen. Tot morgen. Ben een schat. Ik moet een video opnemen. Het is zoveel werk. Ja. Je bent nog steeds knap. Waar moet je een video van opnemen dan? Voor Why Not, voor dekbed. Oeh. Mooi hè? Oh, het voelt zo zacht. Je krijgt er helemaal kippenvel van. Ja. Het wordt echt tijd dat we een andere poster of zo of iets gaan ophangen. Mooi. Een ander schilderij. Nou, succes. Nou, dankjewel liefste. Peace out. Alles op de gram. Ja. Volgens niet normaal. Lekker weer. Wij gaan naar Duitsland. Waarom gaan wij naar Duitsland? Omdat Ricky gaat wakeboarden. Vlak in de buurt van Düsseldorf, als ik het goed heb. Kai gaat gezellig mee ook. Helemaal leuk. Ik heb er echt zin in. Het is even een ritje 1,5 uur. Ben je er klaar voor? Altijd klaar voor. Hebben we er zin in? I was born ready. Ik heb er zin in. Ja. Een beetje zenuwachtig. Zenuwachtig zelfs. Ja. Wat dan? Wat een geluid hè, maakt die auto. Zenuwachtig om te wakeboarden. Ja. Nou, komt helemaal goed. Je kan het super goed. Ik ben niet zomaar Nederlands kampioen, hè? Maat, hoe lang is het geleden? 3 jaar geleden, hè? 8 jaar geleden. 8 jaar geleden? 8 jaar geleden. Ik ben fucking benieuwd of je nog kan, man. jawel. Ik ga je... Tuurlijk lukt je dat dadelijk. Zo, we zijn er. Hey. We zijn in Italië. 2 uur gereden. Let's go. En, vind je ervan, vriend? Wat een dik. Dik, hè? Nee, vind je ervan, schat? Ja, gaan.
We moeten nog wel even lopen hoor. Ja, we moeten nog wel even lopen. Kijk daar, helemaal achter. Heren. Ik ga zo stuk op jullie. Staat die erop? Dat is een verspilling, hè? Er liggen spullen van mensen. Kijk, dan wat een strak koentje. Lekker houvast. Zo. Daar gaat hij hoor. Ben je er klaar voor? Ja. Zin in? Je ziet er goed uit. Gis, dat is voor jou, maar jij eet graag zand. Het is wel echt heel erg lekker hier. Ricky is net één keertje gevallen. Een paar gleed uit. Maar ja, kan gebeuren. Heb je ook wel eens? Nee. De hond weer kwijt. Dat is alles niet. Nou. Ja, qua makkelijker aantrekken. Oh. Sorry. Oh. Jongen, jij ziet er alleen al professioneel uit. Nee, maar kijk. Hij loopt professioneel, maar hij maakt professioneel. Ben je een beetje zenuwachtig? Ja, kijk. Moet ik even uitleggen. Nee, wat moet ik uitleggen dan? Nee, dat kan je nog wel. Oké, ben je er klaar voor? Ik ben die makkie. Let's go. Jongen, dat kan jij. Ik zie er een beetje professioneel uit. Ja man, super professioneel. Hij kan gewoon zo. Ja man. Gewoon zo naar voren springen. Net zoals vroeger jongen. Echt, net zoals 8 jaar geleden. Dit kan je makkelijk. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hij komt er nog wel. Ja, gewoon heli pik. Nice man. Maar het is wel even wennen omdat je lang bent geweest. Ja. Dus als je dan even die feeling landt, weet je wel, ja. Dan moet je even feelen. Dat ging gewoon goed toch? Ik zag er niet als mijn gooit. Nee hoor. Lekker hoor. Ik ga dan nog een keer. Nog een keer. Ja, stop je toch? Nee, laat het maar. Weet niet. Dag schatje. Hi. Ben je er klaar mee? Ja. Het is mooi geweest hè? Het is koud. Is het koud? Ja. Wij zijn weer thuis. Gesloopt, gebroken, maar voldaan. Kijk, daar gaat het om. Oh, ik heb nou al spierpijn. Nu al? Ja. Voel je dat? Ja, ik ga zo even gezond maaltijdsalade eten. Ja, we hebben lekker pizza besteld. Oh, nou, dat was het weer voor vandaag schatjes. Oh. Wij gaan lekker chillen, pizza eten. En dan gaan we morgen gaan we mijn auto ophalen. Oh, auto! Eindelijk! Maar wat voor een auto dat is, dan moet je maar even blijven dat kijken. Dat hou ik nog even geheim. Nou, tot morgen! Joe! Meiden! Ik zie er nu wel op mijn best uit. Mag ik dit even bij jou proberen? Hi! Zo, schat! Je hebt hem. Ik heb hem. Je nieuwe waggie. Mijn bolide. Je bolide, sorry. Gaaf man. Doe hem eens even open. Ja, zo. Met mijn knoppie. Zo, met je knoppie. Kikies. Je hebt er al wel weer een bende van gemaakt. Ja, sorry. Mooi is hij, hè? Heel mooi. Eerlijk? Ik ben hier echt blij mee. Ja, hè? Goed, kan je weer lekker toeren. Eindelijk een auto. Dat heeft echt lang geduurd voordat ik weer een auto had. Dit is een blijvertje. Ik mag hopen van wel. Net zoals ik. Starten? Met een Ferrari hoor. Ja! Yeah!